Bart Siemerink, manager-director bij de Keukenhof. De bollen zitten in de grond. De meeste kosten zijn al gemaakt, maar helaas voor het tweede jaar op rij geen bezoekers, hè? Nee, morgen begint de lente. Keukenhof gaat open. Maar we mogen nog niet open. We zijn helemaal klaar. Alle voorbereidingen zijn de afgelopen maanden gebeurd. De bollen geplant. Puntjes op de i gezet om het park schoon te maken. Klaar te maken voor bezoek. Maar binnen de huidige regels mogen we nog niet. Wat vindt u er eigenlijk zelf van dat u niet open mag? Nou, ik vind het onbegrijpelijk. Dat vind ik een mooi woord in dit geval. Ik ben natuurlijk teleurgesteld samen met al mijn collega's. Het is natuurlijk heel raar als je de beelden ziet in elk stadspark. Denk even aan het Vondelpark bijvoorbeeld, waar iedereen gewoon heerlijk een rondje mag lopen. Keukenhof is groter. Keukenhof kun je zelfs gecontroleerd mensen naar binnen laten. En hier mag je dat rondje niet wandelen. Dat voelt heel raar voor ons. En dat geeft een slecht gevoel. U heeft ook juist voor die corona bepaalde maatregelen genomen. Welke zijn dat? Van tevoren moet je een kaartje kopen, online. Alle kassa's blijven dicht. En er zijn maar een maximaal aantal kaartjes per uur beschikbaar en daardoor ook per dag. Zodat er maar weinig mensen tegelijk in het park zijn. En we hebben geïnvesteerd in mechanische toegangspoortjes. Zodat je zonder dat je iemand ook maar tegenkomt of ziet het park in kunt. Dus je krijgt van tevoren je barcode, je loopt zelf door een poortje. Vergelijk het even met de stations. En je gaat het park in en je gaat met je eigen auto lekker weer naar huis. Topdag voor iedereen. Houdt u het wel vol zo? Nou, ook aan de financiële kant is het voor Keukenhof, maar ook alle partners waarmee wij samenwerken, natuurlijk een enorme zware tijd. Keukenhof kon vorig jaar niet open en dat betekent dat we 1 miljoen of 5 à 10 verlies draaien. Als dat 1 jaar moet, is dat al heel zuur en heel erg zwaar. Nu ziet het er naar uit dat we ook dit jaar een groot verlies gaan draaien. En dat is natuurlijk een hele zware tijd voor ons. We overleven dat wel, want Keukenhof is een heel groot park. We hebben 240 hectare grond. We hebben gelukkig in de afgelopen jaren zuinig geleefd. Want je weet dat er een keer een slechtere tijd gaat komen. Maar dit loopt wel heel erg hard van ons af. En datzelfde geldt voor alle partners waarmee wij samenwerken. Er zitten op dit moment duizenden mensen thuis. Gidsen, buschauffeurs, taxichauffeurs, mensen in de horeca die in de evenementen zitten. Die willen graag aan het werk en dat mag nu niet. En sommige dingen kunnen nog niet, daar hebben we alle begrip voor. Maar in Keukenhof een aantal dingen doen, dat moet toch echt mogelijk zijn.